just got me hypnotized. And I'm never doing this right. But she's lonely and the longing has to burn. She sends a coming in from the bottle. Don't even point it out. We've got a thing with a story of love. We've got a thing with the end. En dat is Ton Hensen van de Meppelenkrant. Iedereen kent hem natuurlijk. Natuurlijk. Ja. Oh. Ja, dit is een geweldig moment. Er heerst in de caravan en ook een beetje erbuiten een oud en nieuw gevoel. Om 9 uur is het voor ons gewoon 12 uur. Ja, precies. In het oude jaar, op weg naar het nieuwe jaar. En dat is natuurlijk een geweldige prestatie. Want Rona Drocht, Simon de Jong en Wietse Postma en al die vrijwilligers van Omroep Meppel, van het Rode Kruis, van Stichting Welzijn, de bands. Nou ja, en de gelukgevers hebben bereikt. Het is geweldig. En het grote doel is help AIDS de wereld uit. AIDS nam hun ouders weg. En ze krijgen, mede dankzij die vele gulgevers, een toekomst terug. En het bedrag, het eindbedrag, wordt dadelijk door Wietse Postma op het podium bekendgemaakt. Dus, niet langer wachten. We gaan ze eruit halen. Wij gaan ervoor! De sleutel gaat in het slot. Hij wordt omgedraaid. Zijn jullie er klaar voor? Ja! Hey, dan zijn ze er klaar voor! We willen eerst natuurlijk nog een hele batterij mensen bedanken. En dat hebben we op een toiletrol geschreven. Nee, maak je geen zorgen. We kunnen ze niet allemaal opnoemen, maar allereerst natuurlijk jullie allemaal, de mensen die giften hebben gegeven. Want daar ging het uiteindelijk om, want anders dan hadden we net zo goed, ja, weet ik veel wat kunnen doen, maar dan had het niks uitgemaakt. Ik weet bijna zeker dat ik nog een heleboel mensen vergeten ben. Oh ja. Ja. Ja, onder andere alle bedrijven die ons gesponsord hebben met materialen, de caravan, de scholen die eraan gebouwd hebben, de mensen die verf materialen ter beschikking hebben gesteld, de juwelier die onze verbinding heeft mogelijk gemaakt. Nou, kortom, de... Oh... De punch! Ja, natuurlijk. Rona, zet hem op. Nou, ik heb dus een grapje uitgehaald met mijn collega-vrijwilligers. En ik heb gewoon vanaf 6 uur of zo niet meer gezegd wat de eindstand was. Tot dan toe. Dus zij weten het gewoon ook echt niet. Come on. Kan ik misschien een zo'n roffel krijgen of zo? Guus bloed hoor. Oh, wat erg. En de eindstand is geworden 9.386,77 €. Working for the mayor every night and day. And I never lost 1 minute of sleep. And I was worried by the way that things might have been. Wheels keep on turning. Ooh, the proud Mary keep on burning. And we're rolling, rolling, yeah, rolling, rolling.